Ramon Lewin, was het een rode kaart of niet? Ja, ik kan hem zeker geven. En dan? De 10 minuten kom je met een strijdplan, fel beginnen, Ajax goed op de huid zitten. Dan kan je dat strijdplan weggooien. Ja, klopt. Hoe kan dat eigenlijk gebeuren? Die rode kaart bedoel je? Ja, ik denk, ik probeer de bal te spelen, ik speel de bal ook, alleen dat moet niet met twee benen. En, ja, ik denk dat ook de plek op het veld was niet nodig. Maar ja, misschien overenthousiasme, maar ik weet het niet. Ook een tijdje niet gespeeld, dat zei Coutinho net zo van, misschien is dat ook een van de oorzaken van... Nee, dat vind ik onzin. Maar, hoe verklaar je het zelf? Nee, ik heb er niet echt speciaal verklaring voor. Zoals ik zeg, het is een duel en je probeert erbij te komen, maar dat moet je niet op zo'n manier doen. Kijk je dan schrik je ervan als je de beelden dan ziet na afloop? Nee hoor, want ik weet wat ik gedaan heb en kijk, het ziet er gevaarlijk uit. Iedereen zegt altijd, ja, twee benen en ik speel uiteindelijk gewoon de bal. Maar het moet niet zo, maar ik schrik er niet van ofzo. Ik heb niemand letsel toegebracht en het is ook niet de bedoeling geweest. Nee, dat was zeker niet de bedoeling van die overtreding, maar het ziet er dan vanaf de tribune ziet het, en op televisie ziet het er wel heel naar uit. Ja, oké, dat kan. Het zal wel een flinke schorsing kunnen worden, zo lang ook misschien toch? We zullen het zien, ik wacht af. Ja, wat zei de trainer tegen jou? Ja, zonde en ja, niet meer doen, maar dat weet ik zelf ook wel. Zonde zijn je? Dat zijn andere bewoordingen zijn geweest, hè? Nee, viel mee. De trainer is meer met het team bezig geweest en met het elftal, dus hij heeft zich niet speciaal op mij gericht. Wat heel stil ben je in de bus, denk ik, toch? Ja, 4-0 verlies is nooit leuk.